Wij hebben ruim een jaar geleden een situatie gehad waarin een mevrouw na de bevalling een hartstilstand kreeg. Uiteindelijk hebben we het met z'n allen gereanimeerd en van allerlei handelingen verricht. En die mevrouw heeft het overleefd. Natuurlijk zijn er wel gevallen die je bijblijven, dus die je af en toe van je af moet praten. De ene dag is heel hectisch en de andere dag is weer rustiger en kan hectisch worden ineens. Ik heb wel geleerd ook om een soort drempel voor mezelf en daar ga ik overheen en dan ben ik ook weer gewoon Lindsay en ben ik niet de verpleegkundige. Ja, ik denk dat je wel stevig in je schoenen moet staan en dat je ook wel moet beseffen dat dit het topje van een ijsberg is wat je ziet en dat er gelukkig heel veel gezonde kinderen leven in Nederland. Ik kom ook nooit thuis dat mijn vriend vraagt van hoe was het op je werk en dat ik zeg saai. Er is altijd wel iets bijzonders gebeurd. En op het moment dat dan zo'n kind na een aantal maanden zich beter voelt en op de poli komt en jou ziet en op je af komt rennen en komt zeggen, oh zuster Miranda, ik vond het zo leuk, ik vind het zo leuk om jou weer te zien. Dat geeft een supergoed gevoel. Je gaat ze heel goed kennen. Je kent hoe ze reageren op behandelingen, hoe ze reageren op ouders. Met ouders krijg je dan ook een veel betere band. Mijn ideale werkdag is als ik ouders wat nieuws heb kunnen leren en ouders heb kunnen laten zien wat hun kleine wondertje eigenlijk al kan. Het loopt hier altijd anders dan dat je vooraf durft te bedenken. En op die manier heb je elkaar zo hard nodig. Een team trots, dat heb je hier vaak. Ja. Een team trots dat alles goed is gegaan, dat je als team alles soepel hebt opgepakt. En je zit in de houding van de ouders en hoe blij ze zijn. En dat iedereen ermee gewerkt heeft, dan neem je dat mee naar huis. Dan denk je, nou, daar doe ik het voor. Met elkaar, met het team van artsen, met iedereen die daar mee gewerkt heeft. Ja. Ondanks de drukte, ondanks de spanning en de stress die meespeelt, toch kunnen zeggen, ja, het was goed. Ja, dan ben ik wel trots op mijn werk in het ziekenhuis.